gotta get up. Wat heb je nodig? Een kartonnen vijl, een metalen vijl, een blokvijl, nagelriemolie, deze is van Essence, een bokkenpootje, een nagellakje dat jij mooi vindt, ik heb gekozen voor een wit lakje van La Roche-Posay, een topcoat, deze is van Essence, High Shine, eventueel een correctorpen, ik heb eentje van Essence, als je dat niet hebt kan je het ook gewoon met wattenstaafjes en wat remover doen, en een nageldroger is ook altijd handig, deze is van de Action. Ik ga beginnen met vijlen en ik neem deze mooie glittervijl. Dit is een kartonnen vijl, dat vind ik het leukste. Neem gewoon de vijl die jij altijd gebruikt. Ik ga mijn nagels een stuk korter vijlen, want ik vind ze echt veel te lang. Everybody get up. Zo, deze hand is gedaan. Het is echt een stukje korter. Ja, daar hangt nog van die dingetjes aan, maar dat vijl is zelfs weg. Als je het vergelijkt met de andere hand, is het echt veel beter. En ik ga nu deze hand doen. Everybody get up. Zo, nu zijn allebei mijn handen geveild. Echt een stukje korter. Dan ga ik nu de randjes, die zijn heel grof, ga ik met een metalen vijl zacht maken. En dat gaat echt heel goed. Je moet er gewoon een paar keer over gaan en dan gaan de grovere stukken weg. Everybody get up. Voilà, nu zijn ze niet meer grof, mooi kort geveild. En dan ga ik nu beginnen met de blokveil. Everybody get up. Zoals jullie net konden zien heb ik het echt heel snel gedaan. Deze vier vingers echt allemaal tegelijk. Omdat ik het pas gedaan heb met de blokveil. Dus nu zijn mijn nagels volledig geveild. En dan ga ik verder met de nagelriemolie. Ik gebruik deze van Essence. Voor de velletjes en zo. En dan word je de nagels ook sterker van. Als je op je nagels de olie aanbrengt. Ik ga twee keer in het flesje. Eén keer voor elke hand. Dus niet per nagel opnieuw in het flesje. Want ja, dan gaat het wel heel snel op. Zo. En dit laat ik heel even intrekken. En nu ga ik mijn nagelriemen terugduwen en dat doe ik met een bokkenpootje. En dat doe ik altijd heel snel en dat gaat ook snel als je nagelriemolie hebt aangebracht. Dus gewoon terugduwen, voorzichtig. Het is nu ook heel soepel door de olie, dus het doet geen pijn of zo. En dan zien mijn nagels er ook weer gezond uit. Voilà. En nu kan ik beginnen met lakken. Ik heb gekozen voor dit witte lakje van La Roche-Posay. Hij heeft een hele mooie shimmer. Ik heb hem nog nooit opgehad, dus ik ben benieuwd hoe die is. Everybody get up. Zo, het eerste laagje is gedroogd met de nageldroger uiteraard. En nu ga ik beginnen met het tweede laagje aan te brengen. Zo, het tweede laagje zit erop. Ik vind het echt een super mooie kleur. Ik heb hier en daar wat gemorst, dus dat ga ik nu corrigeren met Essence Studio Nails Corrector Pen. Hij werkt super goed. En niet op letten, hij is al een lichtjes vuil. Vorige keer had ik een rood lakje van Mavala op en dat zit er nog aan. Er zijn drie reserven en eigenlijk hoef je nooit opnieuw te kopen, want als bijvoorbeeld dan geen remover meer op zit, kan je gewoon in een nagelremover gaan. Ik heb niet zo heel veel gemorst, dus ik hoef ook niet veel weg te halen. En het is tenslotte een witte kleur, dus dat is niet zo erg. Alleen even waar het nodig is. Hier is al alles weg. Ja, er was niet veel. Hier aan de duim heb ik wel wat gemorst. En dat werkt echt super goed. Ik raad hem iedereen aan. Het is echt een hele fijne pen.
En dit is het bewijs dat hij werkt, omdat er kleur aan hangt. Dit lakje is echt super goed. Hij droogt heel snel. Ik ben nu per ongeluk aan de bureau blijven. Ik ben net zo blijven hangen. Niks af, geen stukje niet ribbelig geworden of zo. Echt een goed lakje. Alleen hier is iets heel raars. Wacht. Ik laat het jullie zo meteen zien. Dat ik de foutjes heb gecorrigeerd. Ik denk dat het alles was. Nu moet ik alleen nog topcoat doen. Zo. Alle foutjes zijn weg. Alleen één raar dingetje. Op deze vingers zijn zo van die probbeltjes. Ik heb nog geen topcoat gedaan ofzo. Maar ik denk, ik had nog zo van die grove stukjes aan de hand van mijn nagel. Ik denk dat dat er is opgevallen. Dus ja. Maar dat is niet zo erg. Hele mooie kleur. En dan nu de topcoat. Everybody get up. Voilà, mijn manicure is klaar. De topcoat zit erop. De topcoat is droog. Alle foutjes nog weggehaald voor de zekerheid. Dit is het resultaat. Ik vind het echt een super mooi lakje. Dus ik heb echt een grondige manicure gehad. Goed kort geveild. Of ja, toch een stukje korter als eerst. En zo, dat was mijn manicure filmpje. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En ik zie jullie snel weer. Doei!